Goedemorgen. Het is vandaag... Let me check. Donderdag. Oh my god, het is 1 december. Het is 1 december vandaag. Oh my god, het is december. Wat leuk. Maar ik heb me even net klaargemaakt. Ik ben nog steeds bij Kench. Ik ben deze hele week bij Kench. Maar ik heb me net lekker gedoucht, omgekleed. Ontbijtje ben ik nu aan het eten. Moet ik wel een beetje snel door eten, want... Ik moet eigenlijk zo alweer weg. Maar ik dacht, ik wil wel gewoon even wat eten voordat ik weg ga. En dan ga ik de scooter op en dan lekker weer naar stage. Gisteren was trouwens echt een hele chille dag. Maar... Ik had maandag, dinsdag, woensdag even niet gefilmd. Want mijn batterij was leeg. En het was allemaal een beetje gedoe. Die dagen, dus ik dacht, ik laat hem nu gewoon even liggen. En ik pak hem gewoon vanaf donderdag weer op. Maar gisteren was echt gewoon... Ik weet niet, lekker productief dagje op stage. Het was allemaal gezellig. Daarna nog even een borreltje gedaan, want Suzanne is vandaag dus jarig. En Floresca die had haar theorie examen van de auto gehaald. Dus we gingen even een klein borreltje doen in het café beneden. En toen kwam ik thuis, toen had Kensho lekker gekookt al. En toen kon ik gewoon meteen eten. Dus yesterday was een goed day. Maar ik ga nu even door eten en de scooter op. Oh my god, mijn handen jongens. Echt zo koud. Het is echt niet normaal. Dus ik moet denk ik echt, misschien rijd ik op de terugweg even langs de kruisvat of zo. Ergens kijken of ze dikkere hebben. Want ik heb dus gewoon deze. Voor op de scooter. Maar dit is echt niet meer warm genoeg. Ik voelde echt mijn bovenkant van mijn topjes voelde ik niet meer. En de weg was afgesloten. Toen zei één zo'n meneer. Die zei van ja ga maar. Toen kwam ik bij het tweede deel. En toen zei één zo'n meneer van zie je deze hekken niet? Je mag hier niet hoor. Toen zei ik ja, maar die andere man die deed zo, rijd maar door. Toen zei ik, maar ik ga hier wel links. Dus moest ik weer helemaal omrijden. Zei ik, de ene keer mag je er daar wel langs, de andere keer niet. Maar goed. Ik ben er. Ik heb weer een shirt van Kensho aan. Gisteren had ik ook een shirt van hem aan. Maar we gaan even beginnen. Nou, ik ga even een rondje buiten lopen, want echt, er komt er niks meer uit bij. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon even lekker wandelen. We hadden net lunch gehad en daarna heb ik wel weer even een aantal dingetjes gedaan. Maar ik zat net naar mijn scherm te staren. Ik dacht, nou, dit heeft ook gewoon geen zin om hier te blijven zitten. Dus ik dacht, ik loop nu gewoon even die kant op. En daar heb je ook een kruisvat en zo. En ik dacht, misschien kan ik even kijken voor handschoenen. Dikke handschoenen voor straks terug op de scooter. Dus ik ga er even voor kijken. Ik hoop dat ze het hebben. Hey. Het is echt ook zo koud. Nee, het is lekker fris. En het zonnetje, het is echt zo'n mooi wintersportweertje eigenlijk. Kijk nou. Is het mooi. En daar aan het einde heb je dus winkels. Het is wel best wel een eindje lopen, maar ik denk dat ik het wel gewoon even ga doen. Kijk nou, wat een enige handschoenen dit. Dit moet je toch hebben? Of deze? Ik vind het heerlijk, maar deze vond ik wel een beetje klein of zo. Maar ik wil dus even handschoenen hebben van de scooter terug, want die kleine, ik heb namelijk van deze, van dit soort. Nou, en ik had echt bevroren vingers vanochtend. Dus ik denk misschien beter iets van dit of zo. Maar ik vind het allemaal wel enig. Die ook met een bondje. Dit ook. Zo lekker zacht van binnen, niet normaal. Maar deze vind ik toch ook wel echt fantastisch. Enig. Nee, dat hoeft ook niet hoor. Nou, ik ben weer thuis en ik heb dus uiteindelijk bij de kruisvat deze handschoenen gehad. Echt van die oude vrouwen dingen. Maar ze zijn dus wel echt al veel beter dan die kleine voetbalhandschoentjes. Dus ik was er erg blij mee. Mijn handjes ook. Ze waren nog wel koud, maar niet zo koud als vanochtend. Oh, ik voelde gewoon echt mijn vingertoppen niet meer. Maar ik ben net even... Het stinkt wel heel erg. Hoezo niet? Oh nee. Ik kan dus niet filmen bij de inductieplaat, zeg maar, bij Kench. Ik denk door, ik weet niet, een of ander magneet of zo. Hij gaat dan helemaal kraken en dan hoor je mij niet meer praten, dus ik blijf even hier. Maar ik ben na stage even langs de Jumbo gereden en daar heb ik nog even wat wraps gehaald. En we hadden nog gehakt en paprika en mais en zo, dus we gaan nu even lekker wrapjes maken. Want Kensho had ook wel de laatste kilo gehakt gehaald. Oh, echt veel. Dus dat gaan we lekker maken. En Kensho die wordt vanavond opgehaald door zijn padre. Want dan gaan ze
motorhandschoenen, motorspullen kopen en zo. Want Keesje wil heel graag zijn motorremmers halen. Dus daarvoor heb je ook wel allemaal uitrusting nodig. Om op de motor te kunnen. Maar ik ga hem even helpen. Even heerlijk gegeten. Was echt lekker. Ik had een wrapjes gemaakt. Kijk, de pan is ook helemaal leeg. En dan lekker met kaas, avocado, crème fraîche en ook deze chipjes eroverheen gecrunched. Mega goed. Maar Keeser is nu met zijn vader naar die motorwinkel dingetjes. En ik ga nu lekker even een serietje kijken. Oh, heerlijk. Nou, de mannetjes Marbus zijn alle twee lekker op pad. Maar het vrouwtje gaat lekker bed in. Ik ga vast gewoon lekker in bed liggen. En Kenzo die komt ooit wel weer terug. Maar dan slaap ik sowieso al. Het is nu volgens mij echt iets over 10. Maar ik was zo moe vandaag. Ik dacht, boeien, ik ga gewoon lekker slapen. Lekker op tijd. En dan, want morgen hebben we allemaal feestjes. En van het weekend ook weer Sinterklaas vieren en zo. Dus ik dacht, ik kan beter gewoon even goed slapen. Dus ik ga lekker mijn bed in. En dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik zie dat dit plukje nog steeds gewoon lelijk is. Echt jongen. Ik ga nooit meer naar een kutkapper. Als ik geen geld heb. Echt kut. Maar goed, het is vandaag vrijdag dus. En ik zit weer lekker met mijn havermoutje en mijn theetje en mijn vitamintjes. Take your vitamins, people. En het is de laatste dag van de week. Oh my god. Dan hebben we weer weekend. Zoveel zin in. Want vanavond hebben we volgens mij ook een feestje van Mees. Daar gaan we heen. En zondag gaan we Sinterklaas vieren bij de oma van Kenzie en Pico. En daarvoor gaan we zaterdag even een cadeautje scoren in de stad. We moesten ieder voor 10 euro een cadeautje halen. En dan een rijmpje. En dan niet per se voor iemand. Gewoon zodat iedereen het eigenlijk kan krijgen. Dus dat gaan we zaterdag even halen. Maar ja. Eerst vandaag even overnemen. Maar vrijdag op kantoor zijn altijd mega chill. Dus één, heel rustig. En twee, stoppen we altijd eerder op vrijdag. Dus dan stop. Maar ik eet lekker even mijn ontbijtje op. En dan spring ik weer op de scooter. Volgens mij moet ik ook tanken nog. Ik ben weer lekker thuis hoor. En ik kwam dus op de scooter terug. En ik heb dus nu twee paar handschoenen over elkaar. Maar die nieuwe paar handschoenen, die stinken naar echt rauwe, rotte vis. Echt zo vies. Dus als ik mijn handen daaruit haal, dan stinken ze echt niet normaal. Maar op terugweg ga ik nog even langs de Jumbo om wat bier te halen voor vanavond. En nu net heb ik een quiche gemaakt. Kijk nou even hoe mooi die is. Het is een spinazie quiche. En we hadden van dat stokbrood erbij gehaald. Dus dat gaan we zo lekker opeten. Oh, hij is echt mooi. Maar ik weet alleen niet zo goed wanneer die goed is. Dus ik denk dat ik... Ik vind het lastig. Het is altijd nice. Ja, ik denk dat hij zo wel bijna goed is. Oh, hij is echt goed gelukt. Nu moet hij nog lekker zijn. En dan gaan we even lekker zien. Kieken. En vanavond lekker een party. Because it's weekend. Ik ben altijd zo gelukkig als ik daar wegloop. We zaten ook weg met z'n tweeën nog maar. Met Nicole en ik uiteindelijk over. Op vrijdag zijn altijd heel weinig mensen. Toen liep je naar buiten en toen dachten we, het is weekend. Echt fantastisch. Maar we gaan dus zo lekker eten. Nou, we zijn aangekomen hoor, mijn meisje. En ik heb dus gewoon weer hetzelfde jurkje aan als vorige keer. Alleen nu met de huisgedeurde panty. Maar dit was namelijk een van de bekendjes van het liggen wat enigszins feestelijk was. Maar kijk dan, ze hebben ze in het bad allemaal opgelegd in met ijs en zo. Echt hilarisch. Maar dit is namelijk gewoon letterlijk op de badkamer. Geniaal. Nee, jongens, Rinsen kan je niet staan. Als ik dit had geweten, jongens. Ja, dat je niet komen. Dat is voor de boek. Kijk, jullie kunnen nou ook net wel. Dit is voor mij ook spannend hoor. Ja, dit is niet eens waar. Ik heb er echt geen last van. Oh, dat is heel mooi. Oh ja, lach maar. Komen, want ik wil nu heel leuk je fucking vlog. Oh, en dan gaat hij uit, toch? Nee, hij staat nog steeds aan. Nou, hier is jouw glas. Ja. Proost. Nee. Jawel? Nee, zeker. Neem maar een goede slok. Nee. Neem in ieder geval één slok. Een slokje.
limonade. Ik wil naar huis. Kijk, we staan ook. Echt een zwerrie. Hallo, hallo, hallo. Goedenavond. Het is namelijk 7:15. En het is vandaag zaterdag. Oh. Ik ben expeditie aan het kijken. Maar gisteren was het echt heel gezellig. Feestje gehad. En daarna zijn we nog heel veel door naar Vanity gegaan. En vanuit daar lekker naar huis. We waren echt om 7:30 ochtends pas weer thuis. Echt. Echt veel te vroeg. Eigenlijk wilde ik al veel eerder weg. Maar ja, dan zit je daar weer. Maar nu heb ik net even flink besteld. En ik ga even een boekje maken. Heel veel cool. Gewoon. Ik zal die boekje door sproeten. En dan kip en dit. Dus ik ga het even maken. Oh. En dan we zijn lekker expeditie aan het kijken. En Nederland heeft gewonnen. Oh, dus we zijn gewoon door naar de kwartfinales. Dat is toch echt mega. Dat is echt wel een leuke wedstrijd. Om te zien. Oh, ze zien zichzelf nu in de spiegel. Ik vind het lekker uit als jongetje van 18. Oh, echt bizar. Maar goed, ik ga lekker koken en verder lekker chillen vanavond. Nou, kijk nou eens. Een heerlijk bordje noedels, jongens. Niet normaal, ik heb echt honger ook. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En kent jullie als al lekker aan het werk? Letterlijk, de wekker stond om 7:30. Heerlijk, maar daarna heb ik nog even lekker geslapen. En de keuken even opgeruimd, gedoucht, opgemaakt en zo. En nu ga ik eerst even terug naar mijn huis. Even wat opruimen en even bij Delftland ben ik even wat cadeautjes halen voor straks. Want we gaan Sinterklaas vieren bij de oma van Kensho. Dus daarvoor moeten we nog even wat halen. We moeten ook mini gedichtjes schrijven daarvoor nog. En nog even wat nieuwe kleding pakken, want ik blijf hier nog één nachtje slapen. En dan ga ik morgen gewoon naar huis weer terug. Dus ja, ik ga nu de scooter op. Het is ook weer heerlijk warm. Ik moet 2 paar handschoenen bij me. Anders bevries ik echt. Dus ja, ik rij even die kant op. En bij de tweede, goed lezen, dan gaan we allemaal een plekje naar links zitten. Maar het cadeautje blijft staan. Jezus, wat een cadeautje naar links. Nee, nee, nee. Ah, goed, jezus, wat ben je heftig. Snappen we het? Ja. Ze moeten het doen, Niels, hè? Nee. Nee? Ik zit nu al lekker. Als je er gewoon bij is. Dan ga je wisselen met je rechte buurman of buurvrouw. Maar van plek of van cadeau? Van plek. Oké. Okay. Maar dan wissel je ook van cadeau. Lekker wisselen. Ja? Kijk, Kees heeft dit gevonden. Gaan we hier voor schat? Sharing is caring dan? Ik zal maar kijken waar je zit. Ja, lekker. Zo. Een lekker soepje. Moet ik hem even pakken? Zelfgemaakt soepje? Oh ja, van jou? Nee, nee, van Kees. Van mij? Kijk, deze goed. En dan gaat hij weg. Wij zijn alweer een tijdje terug van oma. En het was echt gezellig. Iedereen had allemaal cadeautjes gekocht. Ik heb deze trouwens. Ik moet hem even zien. Ik. Een prachtige kandelaar. Kijk wel. Zo lelijk, maar zo schitterend. Echt nice. En Kensho die had zo'n kras, zo'n decemberkalender. Daar heeft hij nu €20 mee gewonnen. En Biko die had allemaal chocomel gekregen met mokjes en zo. En we hebben ook nog allemaal chocoladelollies. Dus dat was weer helemaal enig. En toen had ze nog allemaal lekker soep gemaakt. En broodjes met allemaal vissaladetjes en zo. Dus het was wel cute. Maar nu gaan wij lekker ons bed opzoeken. Oh, nu zit het gordijn weer niet goed. En dan gaan wij lekker slapen. Want ik kan zo morgen gewoon weer werken. En ik naar stage. En dit is ook de laatste avond dat ik hier slaap, want naast thuis morgen ga ik gewoon weer terug. Ik heb trouwens ook vandaag nog helemaal het huis schoongemaakt thuis. De balkons en de woonkamer, badkamer, wc. Ik dacht, ik doe het maar gewoon. En heb ik dat ook maar gedaan. Ga ik weer een hoek hier. Niet zo lekker. Maar nu gaan wij lekker slapen. Dus ik sluit ook lekker de vlog af. Dus ik hoop bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Toedeltoki. Toedeltoki.